Derksen, jij persoonlijk niet zo'n hele goede band. Staat hij toch je boek uit te reiken hier? Nou ja, dat is weer de ondergrondelijkheid van Johan Derksen. Dat komt bij onze eigen uitgeverij uit, hè? Aha. En dat is heel vervelend. Daardoor moest ik het nog gratis doen ook. Maar is het niet een beetje zijig, Wilfred? Ik bedoel, Voetbal International, voetbalmannen, stoer. En dan kom jij met een boek over gezond eten. Luister, sinds ik vader ben, ben ik zo zijig als het me zijn kan. Hij is menselijker geworden sinds hij een gezin heeft. Maar dat was ook wel nodig, hoor. Als hij met die kop op tv kwam, dan had je instinctief al een hekel aan hem. En hij is heel erg opgeknapt sinds hij deze Lily tegen het lijf gelopen is. Kijk, friet op zijn tijd ook niks mis mee. Ik bedoel, dat zeggen we niet. Onze boodschap is... hier en bewustwording wat voeding kan doen voor je. Maar ik merk het aan mezelf ook. Kijk nou eens naar dit goddelijke lichaam. Ja, dus ik bot een klein beetje op nu. Maar ik merk wel aan mezelf, met name je energiehuishouding werkt een stuk beter. Wilfred had een reputatie bij RTL dat je niet een bitterbal ergens moest laten slingeren, want hij vrat alles op. En nu is hij gespecialiseerd in onbespoten groenten. Hè? Er is niets veranderlijker dan een mens. Genede wereldverbeteraar. De idealist. Nou ja, het grappige is wel, wij praten natuurlijk in Voetbal International alleen maar over hele zinnige dingen, over belangrijke zaken enzovoort. En dan is het leuk om een keer wat anders te doen. Ja, een keer wat los. Dan is het ook een keer wat leuk om het wat losser iets te doen, inderdaad. Ja, met minder betekenis. Nee, maar dat is het hem juist. Als je iets kan doen wat wel eens een keer betekenis heeft, is het ook leuk, toch? Voor een keer. Want dit soort boeken, dat zijn geen boeken waar je de 300.000 van verkoopt. Ondanks het feit dat Wilfred op de cover staat. Ondanks of dankzij? Dat mag je zelf invullen. Van mij had hij er niet op gehoeven.